Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Final Creator en ik ben op dit moment in mijn studio. Dus het is nu net na 12 uur geweest en ik heb trek in een lekkere lunch. Dus we gaan op zoek naar een lekker restaurant waar we heel even iets lekkers kunnen eten. Ik zal zeggen, blijf kijken. Zijn we lekker in de auto? Nou ja, de grote vraag voor jullie is uiteraard, waar rijd ik momenteel naartoe? Ik hinkel nog op twee gedachtes, maar waarschijnlijk wordt het toch mijn eerste voorkeur. Het wordt in ieder geval wel Surinaams. Dus je weet toch die mensen die gierig zijn om te eten? Ik ben zo dolgelukkig momenteel omdat ik weet dat elk moment zo direct wat te eten voor me gaat staan. Oh, het leven is soms toch zo eenvoudig mooi. Wat ik in mijn ooghoeken zo net heb gezien is dat er markt is vandaag momenteel in de Amsterdamse poort. Dus het kan zijn dat ik straks mezelf nog even verwen met een portie kibbeling. Ja! Maar we zien het wel. Ik moet even kijken of plan A eerst lukt. Anders is plan B dat we even een kibbelingetje, een visje gaan eten. Dus natuurlijk moet je wel weten waar ik ben. Als je een beetje uit Zuidoost komt. Nou, sterker nog, als je dit parkeergarage herkent, dan kan ik eigenlijk op twee plekken gaan eten. Of drie, officieel. Maar het is uiteraard een Surinamer, dus het worden er twee. Maar het heeft niets met vlees te maken. Dus we gaan niet richting Patrick's. En ja hoor, we zijn uiteraard bij Smeltkroes 2.0. We gaan naar binnen. Honger. We gaan even wat bestellen. Ik weet eigenlijk al wel wat ik wil. We komen hier voor een salto soep. Gaan we nou een kleine salto nemen of een grote salto? Hi, goedemiddag. Mag ik een salto soep alsjeblieft? Doe maar een grote salto soep. Dat was hem. Ik ga het hierop eten. Dat was het, 6 euro. We gaan hem even hierop eten. Mij moet dit het zijn. Dankjewel. Zo. Ben ik eindelijk een beetje van mijn kleingeld af. Want die rugzak van mij zit vol met om in kleingeld. Je vraagt je af waarom. Oh. Ik moet wel uiteraard mijn bonnetje bewaren. Want daarmee kunnen we uiteraard wat we besteld hebben afnemen. We gaan op zoek naar een plekje met een stopcontact. Ik denk niet dat we die zomaar 1, 2, 3 hier gaan vinden. Maar we kunnen ons best doen. Eigenlijk best vervelend. Aha, we hebben een plekje gevonden. Ja. Maar ik weet niet of er nog hier gegeten wordt. Volgens mij niet meer. Lijkt op van niet. Maar heeft elke pilaar dan zo'n... Ik heb een plekje gevonden met een stopcontact. Maar ik zie om in borden hier. Daar sta ik ook in naast. Ja, dankjewel. Zo, de buit is binnen en wij gaan lekker eten en aanvallen. Ik zal heel even laten zien wat ik heb besteld. Nou had ik je gezegd doordat ik mijn tyfus zou pieren wanneer ik zou gaan eten. Wel, kijk mijn gebit. Heerlijk. Dit is eigenlijk een hele eenvoudige soep. Maar ik maak het nooit zelf. Nooit.
En hoe ik hier zit, top. Ik heb zo trek in een bakkabana met pindasaus. Overigens, I fucked up. Want ik heb een salto besteld met vlees. Maar eigenlijk eet ik geen vlees. Deze periode, ik weet niet tot hoe lang. Maar ik heb dus een salto met vlees, terwijl ik eigenlijk een salto vegetarisch had moeten bestellen. Maar ik was aan het kletsen met jullie, met de camera. Maar geen probleem. Net zo lekker. En misschien zelfs lekkerder. Kijk, het zijn dit soort momenten die je even voor jezelf moet pakken. Als je de gelegenheid hebt. Om lekker even er tussenuit te gaan. Het heeft geen zin om altijd maar binnen te blijven zitten. Jezelf te ergeren. Of je laminaat of je behang aan de muur. Dit is... Oké, je kan een kleine portie nemen. Laten we zeggen, dit is 6 euro vreugde. Je zit even met jezelf, heb je telefoon. Je luistert naar een beetje muziek. Zo geniet ik van de momenten die ik heb. Ik heb vanochtend ben ik lekker vroeg opgestaan. Ik ben naar de studio gegaan. Ik heb redelijk goed geslapen. A wonder. En zeker al wat werk verricht. En zelfs een video online gegooid. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik heb honger. Eigenlijk, terwijl ik dit nu eet, besef ik, ik eet nu vlees. Weet je wat er ook anders heel goed in was gegaan? Een vette kapsalon. Wauw! Weet je hoe lang ik dat niet heb gegeten? Misschien eet ik een kapsalon later, want ik heb vandaag mijn vlees al opgefokt. Ik kan niet glimlach weer op mijn gezicht wanneer ik over eten praat. Obesitas. En smeltkroes is lekker. Niet alles hoef je lekker te vinden van dit menu, absoluut niet. Maar een salto. Ik hoef niet te lang erover na te denken. Zolang je de juiste peper en genoeg ketchup zet. Is lekker. Waar ik me wel een klein beetje aan erger, zijn die eieren in die soep. Eeuwig zijn die eieren koud. Eeuwig zijn ze koud. Ik weet niet wat ze doen. Maar eeuwig. Wanneer je net aanvalt, is die ei gewoon koud aan de binnenkant. Ja, stop de onzin. De smeltkroes, dat is wel iets waar jullie aan mogen werken. Zorg ervoor dat jullie eieren die in de saltosoep verdwijnen, dat ze op een of andere manier een klein beetje zijn volverwarmd. Want niemand heeft trek in een koude soep. In een koude ei in een soep. Als je het 5 minuten laat baden, In een soepje, dan wordt het niet koud geserveerd. Of te koud geserveerd. Zag je die flit? Heerlijk hoor. Ik besef me net dat ik al meer dan 12 jaar hier eigenlijk naartoe kom. Maar als ik me niet vergis, toen ik 18 was, werkte ik bij Access for All, dat is een internetprovider. Die zat daar bij Diemen. Of Frans Stuartweg. En toen was ik 18. Nou, inmiddels ben ik een stukje ouder. Dus ik kom hier echt al zeker 12 jaar naartoe. Toen was het nog smeltkroes 1.0. Daarna zijn ze gaan verbouwen. Volgens mij ook een stukje verhuisd deze kant op. En nu is het smeltkroes 2.0. Mijn soep is bijna op. Normaal gesproken eet ik nooit zoveel. Ben ik eigenlijk halverwege al klaar. Akaba. Het is volbracht. Als ik nu dood zou neervallen en sterven, dat interesseert me niet. Ik sterf met eten in mijn maag. Mensen, ik heb niets te maken. Ik ben voor niets of niemand bang. Ai, ai, ai. Dus we alles gaan stapelen nu. Stapel op stapel. Want je weet, Finder Creator is hooghinderlijk. We alles hebben gestapeld. Al het kadding weg. Poer. Maar god, ik stik. Wanneer je wilt, wat praten toch. Maar je hebt nog ergens een stuk rijst achter je kiezen. Zit rustig. Oh, ik moet even op adem komen hoor. Dus mensen, als ik je zeg dat ik voldaan ben. Niets hoeft meer toegeworden. Oh,
Nee, die kapsalon. Die kapsalon. Die. Dat is een interessant verhaal. Hoe we dat misschien later nog gaan zien, ja of nee. Het is rustig. De laatste keer dat ik hier was, was rond de sluitingstijd. Dan moest je het meenemen. Ik had veel vulling voor die zoute soep. Het was echt zo van, neem mijn vraag niet meer. Het is de laatste beetje. Als je dat vlees zag, die taugé, zang. Toen dacht ik, oké, is dit kennelijk die portie van de zout als je het meeneemt? Maar het was waarschijnlijk gewoon einde van de dag, flow, weg ermee. Nou, toch heel fijn, Minjamin, gevaarlijk. Anyway, ik ben ook een beetje gekomen om hier wat werk te doen. Dus dat gaan we even doen dan. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was Hamza. Die belde heel even omdat hij naar mijn vlog aan het kijken is. Hallo Hamza. Je komt ook in de nieuwe vlog. Mikado. Er is paniek hier in Smeltkroes. Wel, niemand staat op. Kijk hoe iedereen nog in de rij staat van, wanneer uit hoeveel alarmen afgaan. Maar er is waarschijnlijk in het pand hiernaast een probleem. Spannend. Maar ik heb het idee dat dat ding vaker afgaat. Maar kijk hoe mensen nog in de rij staan van één keer, luister, dan beginnen die salto's te scheppen. Zo maak je nog eens wat mee. Maar goed, ik werd gestoord in waar ik mee bezig was, dus laat me ook weer verder gaan waar ik... Dus als ik iets wil schieten, Sutakabel. Oké. Dankjewel, hè? Oké. Het is klaar, het zit er weer op voor nu. Ik heb het een en ander weer uitgewerkt en ik ga toch weer richting de studio terug. Dus we gaan even inpakken hier ook. Dus we zijn klaar hier in Smeltkroes en we gaan richting de uitgang. Even mijn bord nog wegbrengen. In alle oprechtheid, hè, als je ergens in een restaurant eet of zo. En ze hebben een plek dat je eten gewoon rustig weg kan zitten. Of je servies, dat breng ik sowieso altijd weg. Wij gaan buiten weer trotseren. Het is zo'n een beetje grijsachtige dag vandaag. Er gebeurt niet echt heel veel vandaag, als ik heel eerlijk ben. Zo voelt het aan. Op zich goed, want elke dag heeft weer zijn jugu jugu, zeggen we in het Surinaams. Maar één jugu jugu wat sowieso geregeld is, dat is dat mijn buik lekker vol zit. En we gaan richting de action, want ik moet heel even kijken voor een lichtstrip. Voor in de studio, voor wat sfeerverlichting. Of misschien naar een andere plek die dat verkoopt. Maar volgens mij heeft de action... een dergelijk ding, maar dan maximaal voor 10 meter of zo. We hebben wel iets nodig wat een stuk langer is, maar we gaan het even bekijken en we gaan nu richting de auto. Zo, we zitten weer lekker in de auto en we gaan richting de studio eerst, of misschien eerst naar de action. Ik kijk even wat ik doe. Zo, dat zit er lekker weer op. Ik werk vandaag op kantoor aan mijn affirmatie in het Surinaams. En met name de affirmatie die bedoeld is om 's ochtends naar te luisteren. Dus de ochtend affirmation. Daar werk ik nu aan. Dat wil zeggen dat ik dat aan het inspreken ben. Aan het editen ben. En daarna moeten er wat leuke beelden overheen. Dat is een heel gedoe. Voor 3 minuten van die affirmatie... ben ik zeker 3 uur bezig. Dus het duurt wel even voordat het gereed is. Maar als het er is, dan kunnen er heel veel mensen
in hun eigen taal gaan luisteren naar mijn ochtendaffirmatie. Daar ben ik wel heel erg trots op. Meer dan genoeg te doen hier op de Hoge Heelweg nummer 15. Ik ben heel blij met het filmpje wat ik net heb geüpload. Dat is een beetje een humor dingetje. En die mag morgen wat mij betreft viral gaan. Anyway, ik ga de video afsluiten. Ik heb als laatste taak vandaag eigenlijk nog naar de sportschool gaan. Hoe ik er een klein beetje nu in zit, hoe ik me voel, gaat het niet gebeuren. Maar ja, onderweg naar huis dan praat ik tegen mezelf aan. Van, hé, luister dan, kom nou. Jij gaat gewoon richting de sportschool. Dus dat is het proces wat ik na deze video ga starten. Ik wil je bedanken voor het kijken. We hebben lekker een hapje gegeten, we hebben lekker gewerkt. En het is nu alweer avond, en tijd om voor de avond te gaan niet uiteraard. Ik ben Finder Creator, ik maak content elke dag voor YouTube. Like en abonneer op mijn kanaal. En ik zie je tot de volgende vlog. Ah!